hou van lachen, ik hou van hard werken. En ik hou er vooral van als het allemaal een beetje lekker loopt. Dus niet te veel moeilijk gedoe, maar gewoon gaan met die banaan. In 3 woorden. Enthousiast, hard werken en gedreven. Nou, eigenlijk alles wat met geld te maken heeft. Ik werk natuurlijk op een financiële redactie, dus alles wat met economie te maken heeft, vind ik interessant. Maar ik heb natuurlijk ook een politicologische achtergrond, dus als het over politiek gaat, vind ik het ook interessant. Of salarisonderhandelingen. Je kan het zo gek niet voorzien, dus mijn scope is eigenlijk best wel breed. De afwisseling. Iedere dag is anders. Iedere dag heb je weer nieuw nieuws. Je weet nooit wat de dag brengt. En je hebt ook dagen dat je denkt, nou, ik weet het niet hoor, komt het nou wel goed met dat nieuws? En dan gebeurt er ineens weer wat en dan kan je echt lekker je gang gaan. Dus het is, je weet nooit wat je krijgt van tevoren en dat maakt het heel erg leuk. Ik denk dat mijn kracht is dat ik probeer breder te kijken dan alleen de taak die ik te doen heb. Dus als eindredacteur moet ik eigenlijk het overzicht hebben over alles dat er gebeurt. Dus niet alleen is mijn presentator in orde, maar ook gaat het goed met de redactie. Is het haalbaar wat ze doen? Is het inhoudelijk ook te volgen? Dus ik probeer altijd soort van als een soort vogel te kijken van boven van hey, loopt alles goed? En dan vervolgens ga ik zelf inzoomen. En dat is dan weer mijn werk als presentator van de keuzes die er zijn gemaakt. Kan ik het allemaal begrijpen? Kan ik ervoor zorgen dat het overkomt bij het publiek? Ja, heel veel lezen. Ik lees eigenlijk alles wat los en vast zit om gewoon ervoor te zorgen dat je de materie begrijpt. Want als je het niet begrijpt, is het ook lastiger om het over te brengen. Dus heel veel kranten, podcasts, documentaires. Dus ik hou, zit er bovenop. Ja, maar die heeft niks met nieuws te maken. Maar ik was erg onder de indruk van die film over die octopus. My Octopus Teacher. Ik vond het zo mooi omdat het heel erg laat zien hoe alles met elkaar verbonden is en de mens en natuur. En ik denk dat we daar wel wat meer aandacht voor mogen hebben. Dat ik eigenlijk stiekem wel heel rustig ben. Want als ik onder redactie aan het werk ben, dan sta ik gewoon aan en dan gaan we en dan kiezen we dit en dan gaan we allemaal dingen doen. Maar eigenlijk ben ik zelf qua karakter gewoon heel rustig en ik vind het ook heerlijk om lekker een avondje thuis op de bank te zitten. Want mijn werk is vaak al zo druk en stressvol dat ik gewoon lekker laid back ben. En ik hou er heel veel erg van om in de natuur te zijn. Dat vind ik het allerfijnste. Daar laat ik echt op. Nou, wat er heel anders is aan een online event vergeleken met een fysiek event, is dat je niet de energie van de zaal voelt. He, dus je hebt allemaal mensen die vanaf hun computerscherm thuis zitten te kijken. Jij moet dan als presentator heel enthousiast zijn. En normaal krijg je dan ook wel een soort van spiegel terug van je publiek. Maar dat heb je helemaal niet. Het moet echt uit jezelf komen daar. Ja, dat ook. En dingen duren ook gewoon vaak net iets langer. Want het instellen van het licht bijvoorbeeld, dat kan best wel precies komen. Want je wil iedereen wel mooi uitlichten. Ja, daar komen gewoon andere dingen bij kijken dan wanneer je op het podium staat natuurlijk. Dus dat zijn andere dingen. Technisch vind ik het ook. Dan heb je veel camera's. Hou je daar rekening mee in je verhaal of niet? Pak je soms een camera of juist even niet? Dat soort dingen zijn allemaal anders, maar dat maakt het ook onwijs leuk en dynamisch ook om te doen. Wat ik mee wil geven aan event professionals is dat dingen vaak langer duren dan je verwacht. En dat is ook omdat we nu allemaal alles online zijn gaan doen. Je zag in het begin dat het nog best wel zoeken was. Hoeveel tijd kosten dingen? Moet er nou wel of geen visagie? Allemaal dat soort dingen. Dus check ook bij de presentator of dagvoorzitter die je inhuurt. Wat is die persoon gewend? En kijk vanuit daar wat je kan doen. Want heel vaak brengen mensen ook een eigen expertise mee. En daar kan je als event professional kan je daar weer heel handig gebruik van maken. Mijn chef zei jaren geleden tegen mij, Anlin, als je ergens aan begint, dan weet ik nooit of het wel lukt. En toen dacht ik, oeh, dat is niet helemaal de indruk die ik wil wekken. Ik denk, daar moet ik veranderen. En toen uiteindelijk werd het, de conclusie van hem, na een aantal jaar, als jij ergens aan begint, dan weet ik dat het lukt. En dat was gewoon het mooiste, want ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen en om weer te kijken van, hey, kan ik dit er ook bij doen? Dus van redactie naar eindredactie naar presentatie. En als je dan een compliment krijgt van, als je begint, dan weet ik dat het lukt. Ja, dat is fantastisch. Ja, succes betekent voor mij eigenlijk balans. Want als het in je werk heel goed gaat, maar het gaat privé helemaal niet goed, ja, wat is je succes dan nog waard? Als jouw gezondheid niet goed gaat, maar je werk loopt wel, wat is het dan waard? Dus ik probeer altijd balans te vinden tussen werk aan de ene kant, mijn privé en mijn gezondheid. En als dat alle 3 op een goed niveau is, dan ben ik gewoon heel erg gelukkig. Thank you.
Ja, probeer zoveel mogelijk jezelf te blijven. Want als je vooruit wil komen en nieuwe dingen wil doen, er zijn altijd mensen die goed bedoeld advies geven. Soms heb je er wat aan, soms niet. Blijf vooral heel erg bij jezelf. Als het vanuit jou goed voelt, dan zal het ook vaak goed zijn. Bij het publiek. Ik probeer altijd te kijken van, zijn mensen happy of niet? En dan is het dus altijd spannend, want als je dan begint, dan is het een beetje zo. Dan zit het een beetje zo te kijken van, wat voor vlees hebben we in de kuip, wat krijgen we? Maar op een gegeven moment ontstaat er wel zo van, maar dit is eigenlijk best wel leuk. En dan zie je dat enthousiasme. Dus ik ben heel erg bezig met, komt mijn boodschap over? Moet ik iets meer geven? Moet ik iets minder geven? Wat kan ik doen om echt die enthousiasme uit het publiek te krijgen? Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Nou, als ik spreker ben, vind ik het heel leuk als ze er iets van hebben opgestoken. En ik heb altijd het idee van, al bereik ik maar één iemand, dan is het voor mij al geslaagd. Als er één iemand naar huis gaat met het idee, yes, hier kan ik iets mee, dit wist ik nog niet. En nu ga ik met meer kennis naar huis, dan is het voor mij geslaagd. Met ons kleine clubje van RTL Z maken we in een heel klein team, maken we ieder uur uitzendingen. En ik vind het ontzettend gaaf om te zien dat dat ons na zoveel jaar nog steeds lukt. En dat we gewoon allemaal zo goed op elkaar zijn ingespeeld. En in de tussentijd hebben we het ook gewoon hartstikke leuk. We werken heel hard met z'n allen, maar we maken ook heel veel plezier. En dat vind ik wel de beste combinatie. Nou, ik heb natuurlijk wel mijn dromen en mijn doelen. En één van die dromen heeft helemaal niks met werk te maken. Maar ik zou heel graag, als ik later groot ben, een dierenopvang willen starten. Het liefst voor ezeltjes in nood. Maar voor nu ga ik gewoon met mijn werk super goed en ben ik blij met de dingen die ik kan doen. Ik ga gewoon lekker door met waar ik mee bezig ben. Ik zou het wel heel leuk vinden om een lezing te geven, bijvoorbeeld aan middelbare scholieren. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Want ik hoor heel vaak van mensen, dan sturen ze een berichtje van, joh, wat leuk hoe jouw levensloop, jouw carrièrepad is gegaan en ik zou dat ook graag willen. En hoe moet ik dan beginnen? Ook al begin je met een bepaalde studie zoals ik, politicologie opgaan, betekent niet dat je ook meteen op dat pad door hoeft. Of dat als je begint als redacteur, dat je nooit meer verder kunt komen. Dus er is zoveel mogelijk, maar je moet het ook maar durven. En dat zou ik heel graag over willen brengen aan mensen die nu jong zijn.